Nou, Annette Groot, dank voor de uitnodiging in jouw huis in Monnikendam. Voor het ADNG, het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Gedragswetenschappen, maak ik een serie waarin een groot aantal emeriti hoogleraar psychologie en straks ook pedagogiek en onderwijskunde terugblikken op hun carrière. We gaan het eerst hebben over jouw achtergrond. En wat dan, voor soort milieu en zo. Ja, en dan gaan we daarna gaan we over naar jouw tijd op de universiteit. Ja, is goed. Dan zal ik daar dan maar mee beginnen, ja, met mijn achtergrond. Ja. Ik kom uit een, geslacht van wagenmakers, ondernemers of ondernemende wagenmakers. Ik weet niet welke term het best bij ze past, maar ze hadden een eigen, mijn vader en een broer van hem, die hadden een eigen carrosserie en wagenmakersbedrijf. Ja. Ik weet niet of je daar iets bij kunt voorstellen. Enigszins. Aanhangwagens voor landbouwvoertuigen bijvoorbeeld. Ja, ik heb hier wat voorbeelden liggen om je een indruk te geven. Ja. Zijn vader, de vader van mijn vader, dus mijn opa, was ook wagenmaker. En mijn overgrootvader was ook wagenmaker. Dus dat beroep heeft zich door de generaties heen verplaatst. Ja. Waarbij toegevoegd moet worden dat mijn vader en zijn broer, wel de laatste generatie geweest zijn. Want geen van de 9 kinderen die mijn ouders hadden en ook geen van de 9 kinderen van mijn oom, die naast ons woonde, dus eenzelfde soort gezin. Zij wilde het bedrijf overnemen. Dus dat heel zwaar werk, want ze hadden dus dat bedrijf, maar ze moesten wel die karren vanaf nulpunt zelf maken. Chassis, opbouw, alles. Ja. Dus heel, heel hard werk, een leven lang. Dat bedrijf lag in Uden. Ja. Dus mijn vader en de generaties ervoor hebben altijd in Uden omstreken gewoond. Ja. Uden klinkt je ongetwijfeld nu vertrouwd in de oren, vanwege want dat corona, was het epicentrum van de corona-uitbraak in maart in Nederland. Het Bergamo van Nederland, zeg maar. Ja. Daar ben ik geboren en daar ben ik opgegroeid in dat grote gezin. Ja. 6 meisjes, 3 jongens. Ja. Daar ben ik na de lagere school naar de MULO gegaan, omdat er in Uden geen middelbare school was, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Ja. En ik kom niet uit een familie waar het gebruikelijk was om de kinderen buiten de woonplaats naar school te sturen. Dus men kwam niet eens op het idee. Terwijl het waarschijnlijk wel opviel dat je op de lagere school... Jawel, prima cijfers. Prima, een heel goed rapport. Ja. Maar het MULO was voor meisjes het hoogst haalbare. Ja, welke tijd hebben we het nu over? Ik ben begonnen op de MULO in 64. Ik ben van december 1951, ben ik daar begonnen. Maar ik heb er maar 2 jaar op gezeten, want toen diende zich ineens een mogelijkheid aan om alsnog voorbereidend wetenschappelijk onderwijs te gaan volgen. Ja. Namelijk, we hadden in Uden een kruisherencollege, een klein seminarie, aanvankelijk voor, dat noemden wij interne, jongens van buiten, die priester wilden worden, die kregen daar een goede gymnasiale opleiding. Ja. Toen mijn oudste broer, die is ook op de MULO begonnen, 1 jaar MULO achter de rug had, dan werd het gymnasium opengesteld voor wat wij noemden externe, jongens van buiten. Ja. Vanaf dat moment is hij is van de MULO afgegaan en is begonnen op dat gymnasium. Ja. De broers daaronder, die konden dus ook automatisch naar het gymnasium. En 6 jaar later werd het gymnasium in Uden, dus op dat kruisheren seminarium, opengesteld voor meisjes. Yeah. En ik zat intussen op de, ik zou naar de derde gaan van de middelbare school. Van de MULO? Van de MULO, samen met mijn tweelingzus. En ik had dus het gevoel, op een bepaalde manier moest je 2 jaar terug in de tijd, want ik mocht niet in de tweede beginnen, want ze begonnen in de onderste laag alleen met meisjes en vervolgens werd dat steeds van onderop aangevuld. Dus we zaten met 18 meisjes op die school van 450 jongens. Yeah. Je moest 2 jaar terug in de tijd, dat gevoel had ik. Mijn tweelingzus is op de MULO gebleven om die reden. Die is niet meegegaan naar het gymnasium en die heeft later veel meer jaren verloren, want die heeft uiteindelijk ook een universitaire opleiding gedaan. Ja. Maar die liep echt in een fuik, want dat deed je vroeger nog meer dan tegenwoordig. Ja. Maar ik
Ik ben naar het gymnasium gegaan, ben in de eerste klas begonnen. Dus je bent van drie Mulo, ging je terug naar het eerste? Naar het eerste, ja. Naar de brugklas voor het gymnasium? Ja, er was geen brugklas op die tijd, dan gewoon de eerste van het gym. Dus ik was 14 en toen begon ik op de middelbare school. Dus allemaal leerlingen die 12 jaar. En wat maakte dat jij die stap wel maakte en jouw tweeling zus niet? Omdat ik toch door had dat het gymnasium een route was naar de universiteit. En de Mulo was dat niet. En dan had je na de Mulo nog een HAVO. En dat is ook gebleken bij mijn tweelingzus. Je liep echt in een fuik. En wat dan? En je kon eigenlijk pas weer naar de universiteit als je 25 was. Dat was een colloquium doctum kon je dan halen. Dat is nu op 21. En dat zat toen op 25 jaar. Kon je colloquium doctum doen. Als je dan slaagde, kon je alsnog gaan studeren. Dat heeft zij uiteindelijk gedaan. Dus je kon pas op een 25ste beginnen. En ik op mijn 20ste. En wat zij in die tussentijd gedaan heeft, is 12 banen, 13 ongelukken, zeg maar. Ja. Dus na de Mulo nog de HAVO en toen liep ze vast. Dus want jij wist rond je 13e, 14e, 15e wel dat jij naar de universiteit wilde. Zij was ook heel erg goed, maar ik was... ik was minder sociaal dan mijn tweelingzus. Ja. Ik ben ook vrij sociaal overgekomen. Maar ik was, het was volstrekt duidelijk dat zij, ze had ook een veel rijkere sociale omgeving. Ik was een soort stuutje altijd al. Ja. Ik had hele dikke brillen glazen. Mijn zus heeft mij ook altijd beschermd op het schoolplein, want ik was een soort paria. Ja. Op de lagere school ook altijd. Dat je gepest werd? Ja, met een dikke bril, flessenbodems werd je gepest. Ik bedoel, dat is nog zo op, onder kinderen en dat, kinderen zijn dat op zich hard. Ik bedoel, die moet echt gecorrigeerd worden. Ik weet niet of ik dat nu overdrijf, of dat of hier sprake is van enigszins een valse herinnering, maar nee, in mijn herinnering was het zo. In ieder geval was ik wel heel duidelijk meer studiegezind dan mijn zus, Jeannette, mijn tweelingzus. Dus ik ging, en ik wist dus ook wel dat ik, en er was in de familie ook, daar heb ik niet over gehad, één oom die dat stimuleerde, want mijn vader en zijn broer zijn op hun 14e gaan werken in de zaak van vader. Die waren ook heel erg slim, maar die wilden, ik dacht altijd, hij kon die keuze niet maken, hij moest in de zaak, omdat zijn vader, mijn grootvader, hem nodig had in de zaak. Is niet zo. Hij heeft zelf heel bewust die keuze gemaakt en de hoofdonderwijzer heeft geprobeerd hem nog op school te houden. Want omdat hij het goed deed. En, precies, evident. Slim iemand. Ja. Waar was ik nou gebleven? Even kijken. Want ik ging nu terug naar mijn... Oh ja, er was een oom, de jongste broer van mijn vader. Ja. Er waren daar drie jongens in dat gezin. Mijn oom Anton, ook mijn peetoom, als ik ben van katholieke origine. Dat vermoed ik al met de 9 kinderen die katholieke origine. Dat kan niet missen. Dus mijn peetoom oom Anton, die stimuleerde dat ook erg. Die is als derde, die heeft ervoor gekozen om niet in de zaak te gaan. Die ging studeren. Ja. En dat is een van de grondleggers van de... voedingstoxicologie in Nederland geworden. Ja, ja, ja. Hij was een van de. Hij was een onderzoeksleider bij het CIVO. Dat was toen het Centrale Instituut voor Voedselonderzoek. Dat is nu het in Engelse naam. Het TNO Instituut voor Food and Nutrition Research. Zoiets. En die stimuleerde dat ook. Maar was hij een soort rolmodel voor jou? Of een soort en voor een aantal ook in de familie, een aantal anderen ook. En hij zag natuurlijk wel het stuutje in mij. Dus die heeft dat ook gestimuleerd. Ik denk dat dat een rol heeft gespeeld, maar precies reproduceren kan ik dat ook niet meer. Hij was überhaupt in de hele familie wel een rolmodel. Want van onze generatie, ik zei je, geen van de kinderen heeft het bedrijf over willen nemen. Veel te zwaar, ook fysiek zwaar en altijd zorgen. Je moet altijd opdrachten binnenhalen. Ja. Wij trouwens ook in de wetenschap, maar dat even terzijde. Ja. De kinderen hebben bijna allemaal gestudeerd. Terwijl er dus geen traditie was bij ons in het gezin, maar deze oom was wel een soort rolmodel. Ja. En van de 9 kinderen, we hebben bij elkaar 11 studierichtingen gedaan. De jongste 3 hebben heel bewust gekozen voor een niet wetenschappelijk op. Die zijn naar de middelbare school een HBO-opleiding gaan doen. Die hadden dat gezien bij de oudste. En dat was toch altijd in de boeken zitten, want daar kwam het wel op neer. Daar kozen ze niet voor, maar de oudste 6 hebben bij elkaar 11 studierichtingen gevolgd. Dus dat. En jouw ouders hadden ook daar wel trots, die waren er ook wel trots op dat je wel ging studeren? Of was er toch wel enige frictie met... Helemaal niet. We mochten
Frexie waarmee? Dat je misschien toch de wagenmakerij over zou gaan. Nee, daar hebben ze nooit een probleem mee gehad. Want pa die is. Ze stimuleerde wel dat je. Als we dat wilden doen, zoals hij dat ook had gemogen van zijn vader, maar daar niet voor gekozen heeft. Wij mochten doen wat we wilden, als we maar wel brave burgers bleven. Want het was in andere opzichten, kijk, dat was de jaren 60 dat we opgroeiden. En ik kom uit dat toch op een bepaalde manier. Het was geen Amsterdam, hè, Uden, en met alle en Rooms-Katholiek gezin, met normen en waarden. En die normen en waarden onderschreef ik in heel erg veel opzicht, maar het was ook heel erg streng. En het was in een bepaalde opzicht ook bekrompen. Bekrompen, dus allerlei dingen. Streng katholiek. Dingen, dat is allemaal veranderd. Want mijn ouders zijn ook wel meegegroeid, maar heel erg veel dingen konden gewoon niet. Dus één keer heeft de rector van dat gymnasium, dat waren dus allemaal kruisheren. Ik heb echt heel goed onderwijs gehad. Kruisheren in die witte habijten, die stonden dan voor de klas. De rector, Salman, die is nog een keer bij ons thuis geweest, omdat mijn ouders mij van school wilden halen. Niet omdat ze mij dat leren niet gunden, maar omdat ze vonden dat ik op het verkeerde pad kwam. En als, ja, achteraf, het is onbegrijpelijk. Ik ben volgens mij nooit op het verkeerde pad geraakt. Doet hier even helemaal niet ter zake. Ik word nu wel nieuwsgierig. Nee, dat ga ik niet. Maar in ieder geval, ik had, ja, ik weet nog precies wat de aanleiding is. Ik had meegespeeld in een toneelstuk. Ja. Ik was een goede leerling, ook op dat gymnasium, zeker de eerste jaren. Ik mocht dus altijd extra dingen doen. Dus er was jaarlijks een toneeluitvoering en dan kreeg ik altijd een rol. Nee, dit was een andere. Wat een cabaretuitvoering. En ik had samen met een andere van die weinige 16 vrouwelijke studenten op de hele school. We hadden twee ongehuwd zwangere dames uitgebeeld, meisjes op het toneel. En dat was 10 bruggen te ver. Dat was. En achteraf denk je. Dat zou die achteraf ook gewoon helemaal. Daar zou je geen problemen mee hebben. Maar in die tijd, dat kon niet. En dat was de aanleiding. Ze vonden dat ik dus daar op een bepaalde manier gehersenspoeld werd. Ik kreeg er. In ieder geval. Toen wilden mijn ouders mij van school halen. Maar mijn de rector is langsgekomen in een aantal gesprekken. Heeft hij ervoor gezorgd dat ik mocht blijven. Dus die school is voor ons allemaal heel erg belangrijk geweest. Ja. Mijn vader ouders hebben daar later nooit problemen mee gehad. En je vroeg, zijn ze ook trots geweest? Ja, trots is niet een woord wat in het vocabulaire van mijn vader geloof ik voorkwam. Van mijn veel vaders niet volgens mij, maar wat zeg je? Van veel vaders niet. Nee. In het algemeen. Nee, ook niet trouwens. Ik heb het ook altijd een vervelend woord. Er zit altijd iets van prestatie achter. De connotatie van prestatie in. Ik ben tevredenheid is dan een woord. Dus die waren er zeer tevreden mee. Mijn moeder liet dat wel duidelijk merken. Ja, mijn vader, dat merkt je ook wel aan hem. Ja. Dus die van de groot, zoals dat dan ging in Uden, die kunnen goed leren. En dat vonden ze natuurlijk wel leuk om te horen. Dus, ja. Nee. En heb je een Bertha kant gekozen? Ik heb gymnasium Bertha gedaan. En dat was heel bewust. Terwijl ik eigenlijk wat sterker was in de talen en in de alfavakken, zeg maar, dan in de beta-vakken. Ja. Maar ik wilde geneeskunde doen. Ja. Daar was je al vrij jong van overtuigd? Daar was ik vrij jong van overtuigd. Ik wilde geneeskunde doen. Ja. En ik weet dat je aan het eind van het gesprek er een keer op terugkomt, en dan komen wij er wel op terug. Maar ik wilde geneeskunde doen met reden. Daarom ging ik gymnasium beta doen, maar ik werd uitgeloot. En wat ik net verteld heb, ik was al 20, omdat ik pas op mijn 14e begonnen was. Je hebt op je 20e eindexamen gedaan, want je inderdaad twee jaar MULO. Ja, want gewoon 6 jaar, 2 jaar MULO en dan ben je 20. En dat is op die leeftijd heel erg oud om te beginnen met studeren. Ik weet achteraf wel dat onzin is. Er zijn zoveel mensen die jaren zoekende zijn en jaren verliezen. Dat is allemaal geen, allemaal geen verloren jaren. Maar toen vond ik het heel oud. Dus misschien zou ik nu, als de situatie er toen al was, dat je na je middelbaar school een tussenjaar zou kunnen nemen. Misschien zou ik nu zijn gaan reizen, een jaar, of iets anders, een tussenjaar. Ja. Maar toen vond ik me daar al veel te oud voor. Ik moest door. Ik heb wel heel erg snel gestudeerd en ik heb ook heel erg snel mijn promotie afgerond. Wat ging je studeren toen? Ik werd dus uitgeloot voor geneeskunde. En daar heb ik de afgelopen dagen natuurlijk ook nagedacht. Waarom werd het nou Nederlandse taal en letterkunde? Want dat is geworden. Er waren 3 vakken waar ik, dat waren altijd mijn hoogste cijfers. En ik vind ze ook altijd interessant, biologie en geschiedenis. En taal in het algemeen, maar Nederlands.
Ik weet niet waarom het niet geschiedenis of geen biologie geworden zijn. In deze tijd zou het waarschijnlijk eerder biologie dan geworden zijn. Ja. Of psychobiologie, wat we nu hebben aan de Universiteit van Amsterdam. Omdat je misschien dan ook wat vrijstellingen zou kunnen krijgen bij de geneeskundestudie. Ja, ja, dat vermoed ik, maar ik kan niet vooruit kijken en ook niet. Dus dat is allemaal onzin om dat. Nou, daar moet ik niet te veel over zeggen, want ik weet het allemaal niet precies. Waarom Nederlands in plaats van die twee anderen? Ik weet het niet. Ik hield wel van Nederlands. Je las graag. Ja, het was meer een interesse in taalgebruik. Ik heb ook altijd meer, ook bij de studie Nederlandstiek, een taalkundige interesse gehad dan een letterkundige. Dus ik las wel graag en ik las ook veel. Ja. Maar ik heb altijd binnen de belangstelling voor taal altijd meer toch een iets exactere belangstelling gehad. En taalkunde was natuurlijk wel iets exacter dan letterkunde. Ja, ja, ja. En dat is altijd zo gebleven. En ik heb het ook altijd een beetje in die richting bijgestuurd. En heb je meerdere jaren meegeloofd voor medicijnen? Niet. Toen deed ik dus Nederlands. Ja. En dan kun je je nog een keer opgeven. Ja. Maar om dezelfde reden heb ik dat. En hier. Nou, we hebben het er net al over gehad, geheugens vervormen. Ja. Ik weet eigenlijk niet of ik nog een tweede keer. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik dat niet heb gedaan. Omdat ik dan nog een jaar ouder zou zijn geweest bij aanvang van de studie. En ik vond me al op 20 zo oud om te gaan studeren. Ja. Ja. Dus ik denk dat ik dat niet gedaan heb. En bovendien. En mogelijk ook dat de studie je gewoon heel erg interesseert. Nou, daar zeg je wat. Ik heb sowieso een hele brede interesse. Ik vind eigenlijk altijd waar ik mee bezig ben interessant. En ik kan ook, als ik met iets bezig ben, ineens ook iets anders weer heel erg interessant gaan vinden. Ja. Dus ongetwijfeld vond ik die studie toen interessant genoeg om ermee door te gaan. Alhoewel, ik terugblikkend op die tijd eigenlijk maar één college kan noemen waar ik, en dat heeft ook vergaande consequenties gehad in mijn verder leven, één college kan noemen, één collegesreeks die me bijzonder boeide. Ja. Dan wil je weten welk dat is. Zeker. Dat was. Ja, nou, de volgende vraag al. Ja, je weet het, hè. In zo'n gesprek stelt geïnterviewde evenveel vragen als die stuurt dat gesprek evenzeer. Jij denkt dat jij het stuurt, maar volgens mij zit ik het even verzinnen. Allemaal illusie. Allemaal illusie. Dat was het college Algemene Taalwetenschap van Albert Kraak. Ja. Roepnaam Remmert. Remmert Kraak. En die hadden wij, die was in 1970 benoemd. Die kwam uit Amsterdam, de afdeling taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij heel erg lang vooral bezig was geweest met Chomskiaanse taalkunde. Ja, van een Noam Chomsky, de Amerikaanse taalkundige. Hij heeft in 1966 het eerste proefschrift over de transformationeel generatieve grammatica in Nederland geschreven. Negatieve zinnen, dat was van hem, van Albert Kraak. Ja. En hij was degene die al in 1958 met een groepje studenten Syntactic Structures, het eerste boekje van Noam Chomsky, waarin hij die transformationeel generatieve grammatica presenteerde aan de buitenwereld, in een studiegroepje bestudeerd heeft. Ja. Zou je heel kort kunnen typeren wat dat inhoudt? Transformationeel generatieve. Want jij spreekt het uit alsof je er dagelijks mee bezig bent. Transformationeel generatieve grammatica, nee. En dat is, heel bewust ben ik daar 30 jaar lang niet. Want ik vind het absoluut abacadabra. Alles eromheen vind ik heel interessant. Maar de theorie zelf, waar ook nauwelijks nog iets van overeind staat. Hè, dat is helemaal Chomsky's taalkundes exit. Maar wat is in essentie die grammatica? Het is een formeel systeem wat beschrijft via een aantal, wat dan heet, herschrijfregels, hoe taaluitingen. Nee, ik moet het nou even niet over taaluitingen hebben, want dan heb ik het over de taalpsychologie en dit is taalkunde. Dus de structuur van zinnen beschrijft. Ja. En die theorie heeft twee componenten, een set van herschrijfregels. Ja. En dat is een aantal regels die grotere eenheden, talige eenheden, opsplitst in kleiner. Dus een zin, zin, kun je herschrijven naar een verbale component en een nominale constituent. Verbale constituent en nominale. Ja. De nominale constituent kun je herschrijven naar that, determiner, een lidwoord, een adjectief bijvoorbeeld, maar dat is optioneel, en een noun. Nou, zo kun je elke zin opsplitsen in deelcomponenten. Nou, en dat noem je dan samen, zo'n systeem van regels, van herschrijfregels. Dat
dat is een van de belangrijke componenten in die transformationele generatieve grammatica. En dan heb je daarbovenop nog een systeem van transformaties die bepaalde structuren in één slag om kunnen zetten naar iets anders. Dus een actieve zin naar een passieve zin of een bevestigende zin naar een negatieve zin, een ontkennende zin. Ja. Nou, die combinaties van herschrijfregels en transformatieregels, die zouden uiteindelijk eenduidig de structuur van grammaticale uitingen beschrijven. Dat is op een hele formele manier. Ja. Nou, dat is de essentie van zijn theorie. Ja. Nee, daar zitten veel. Ik ben helemaal nooit een aanhanger geweest van de theorie, terwijl deze Albert Kraak er heel erg interessant over kon vertellen, maar dat had alles te maken met de assumpties daaromheen. Ja. Bijvoorbeeld, waarom is het zo dat wij als taalgebruiker, ondanks het feit dat daar een vrij complexe structuur achter zit, toch goed taaluitingen kunnen produceren? Ze zijn over het algemeen performance factoren niet meewegen, daar kunnen we het zo direct nog even over hebben. Ze zijn redelijk wel gevormd. Die taalvaardigheid van ons, het feit dat wij dat kunnen, schrijft hij toe aan het feit dat wij, dat heette in het begin een LAD, Language Acquisition Device, beschikken over een aangeboren taalverwervingsmechanisme. Pinker noemt dat het taalinstinct, een andere noemt het een taalorgaan. Steven Pinker. Dus Language Acquisition Device, of je noemt het taalinstinct, of je noemt het een taalorgaan, er zijn nog wel andere namen. Daarover beschikken wij. Nou, dat is natuurlijk een hele interessante hypothese. Ja. En Chomsky meende dat wij en Pinker, en ik geloof dat ze het nog meenen, over zo'n. En dat is wel een interessante vraag, en die kun je gaan onderzoeken. Ja. Daar hadden ze natuurlijk allerlei. Ze hadden allerlei argumenten om dat idee te opperen. Bijvoorbeeld. Hoe deze aanhechting precies liep. Maar belangrijk, centraal in de theorie, was bijvoorbeeld de kritieke periodehypothese. Mensen zijn vroeg in het leven een bepaalde periode heel erg sensitief voor taaluitingen. In die periode moeten zij taaluitingen binnenkrijgen. En krijgen ze die taaluitingen binnen, dan werken die in op dat aangeboren taalverwervingssysteem en ploep. En dan, gaat en dan dat, kunnen gaat wij taaluitingen produceren. Ja. Nou, dat is een hele interessante hypothese. Ja. Dus Language Acquisition Device gekoppeld aan zo'n kritieke periode vroeg in het leven. Ja. Er zit een ander interessant element aan de theorie. Het bestaan van zogenaamde aanname van het bestaan van language universals. Universalia van taal. Alle talen in de wereld. Die zouden beschikken over een aantal regels die gelden voor universalia, die gelden voor alle talen. Dus alle natuurlijke talen, daar heb ik het over. Hele interessante aanname. Ja. Dus Language Acquisition Device, kritieke periodehypothese, taaluniversalia. Ja. Er was nog een vraag die, of een kwestie die Pinker en, een gegeven moet ik zeggen, die Pinker en... Chomsky en alle mensen in die nativistische hoek heel erg bezig hield, is de zogenaamde poverty of the input. De armoedigheid van de invoer. Een armoedige omgeving. We krijgen, ik spreek mezelf een beetje tegen, want wij kunnen redelijk taaluitingen produceren, zei ik net, maar er zijn er redelijk veel ongrammaticaal. En dat noemden zij de poverty of the input, dus die taaluitingen die je als mens aangereikt krijgt, als kind ook, die een taalontwikkeling op gang moet brengen, die zijn niet grammaticaal correct vaak. Want mensen maken wat hij dan noemt performance fouten. Volgens Chomsky heb je dat systeem wat in je hoofd zit. Competence is dat, de kennis is er. Ja. Maar de performance, het gaat toch vaak mis bij het uitvoeren, omdat er. Je hebt last van spanning, of je bent vermoeid, of er zijn allerlei mentale factoren die inwerken op dat taalsysteem, waardoor je taaluitingen toch afwijkend zijn van de norm. Nou, dat noemen ze de poverty. En daar komt de psychologie om de hoek kijken. Bij al die dingen. En daar wordt het interessant, want per saldo ben ik uiteindelijk toch meer een psycholoog dan een taalkundige. Alhoewel ik die taal, en vooral vergelijkende taalwetenschap, bijvoorbeeld heel erg interessant vind. Die poverty of the input, dat was een van die argumenten. Hoe kan het dat die kinderen in een relatief korte tijdspanne, als ze 12 zijn, kijk, dat vocabulair leren gaat altijd door. Ja. Maar heel erg veel andere aspecten, en grammatica was de essentie volgens Chomsky van het taalsysteem. Ja. Dat is eigenlijk wel ontwikkeld tegen de tijd dat je 10 of misschien nog al eerder bent. Hoe kan dat?
Vandaar die aanname van, hoe kan dat gegeven het feit dat het voltrekt zich heel erg snel, maar die invoer die is behoorlijk gemankeerd. Ja. Dus dat maakte dat ze zo'n aangeboren taalverwerkingsmechanisme veronderstelde. Ja. Nou, er zijn psychologen, ik denk nu met name aan Slobin, iemand die heel erg veel aan vergelijkende taalwetenschap heeft gedaan, en dan zie je dat universalia bijvoorbeeld niet bestaan. Maar die zegt, dat noem ik niet, wat er aan de orde is, aan de hand is bij die assumptie van Pinker en bij Chomsky, dat noemt hij de poverty of the imagination. Chomsky en Pinker kunnen zich niet voorstellen dat kinderen misschien over andere mechanismen beschikken dan een talige. Dus het is een beperking van het geestesvermogen, ze draaien het om, van Pinker en Chomsky, want misschien wordt een mens wel geboren, dat is altijd iets nativistisch, maar is dat niks taligs, niet wat uniek is voor de taal, en dat weten we intussen ook. Maar de mens is gewoon een hele goede leerder, zeggen ze. Die beschikt over aangeboren leermechanismen, die is overigens ook delen met andere diersoorten. En dat in combinatie met gevoelige zintuigen met een perfect articulatieapparaat. Ja. Dus een combinatie van fysieke eigenschappen en aangeboren cognitieve, en nou zitten we in de psychologie, cognitieve leermechanismen. En dat weten we kennen die intussen ook voor een groot gedeelte. Dus er is wel het een en ander aangeboren, maar het is niet specifiek voor taal. Ja. En het is niet specifiek voor de menselijke soort. En dat zijn natuurlijk essentiële hypotheses of aannames, moet ik zeggen, binnen die nativistische theorie. Ja. Dat talen hele bijzondere, unieke menselijke functie is. Ja. En alleen de mens. Nou, en daar hebben al die psychologen vervolgens heel veel onderzoek naar. En we weten wel beter intussen. Is die college reeks van Kraak het begin geweest voor jou? Ja, en nou kom ik terug. Voor je interesse in taalpsychologie, psycholinguïstiek. Jazeker. En nou ga ik terug naar het begin, want ik zei, hij was degene die TGG, die Transformationeel Generatieve Grammatica, geïntroduceerd heeft in Nederland. Ja. Nee, ik moet anders formuleren. Het eerste proefschrift, Transformationeel Generatieve Grammaticale proefschrift heeft geschreven, want Levat heeft in die introductie ook een belangrijke rol gespeeld, maar dit was Kraak. Die theorie vond ik op zich eigenlijk gordroog en ik vond hem ook ongeloofwaardig. Weet je, ik moest er college over geven en ik kon het niet over dat stuk, want je moet geloven in iets om daar goed college over te kunnen geven. Ja. Maar wat ik er interessant aan vond, is al die discussie eromheen. Dus nativisme tegenover empiricisme. Ja. Empirisme of empiricisme? Empiricisme. Empiricisme. De discussie over aangeboren zijn van bepaalde functies. Is taal uniek of is het net zoals een andere cognitieve visuele perceptie? Ik noem maar wat. De cognitieve controle is universalia. Is heel interessant. Vooral als je geleidelijk aan begint te merken dat alle talen van de wereld, dus talen verschillen ongelooflijk van elkaar in hoe zij de wereld om zich heen weergeven, representeren. En dus vergelijkende taalwetenschap is heel interessant en dat maakt een volgend punt van onderzoek weer heel erg boeiend en daar vertelde Kraak allemaal over. Over de relatie tussen taal en cognitie. Je kent de Sapir-Whorf-hypothese. Dat was dus linguistisch determinisme. Dat is later bijgestuurd naar linguistisch niet-determinisme. Want je kunt als je. Nou, het idee van linguistisch determinisme is dat de taal bepaalt hoe jouw manier van denken. Yeah. En determinisme, die term suggereert dat dan blijvend is. Dus dat je nooit kunt veranderen. En dat is onzin. Yeah. Dus die term determinisme is te sterk. Het is linguistisch relativisme geworden. De taal heeft wel invloed op de manier van denken. En dat is een hele interessante onderzoekslijn. Al die talen van de wereld die op allerlei punten substantieel wezenlijk van elkaar verschillen. Dus bijvoorbeeld tijdsaanduidingen, die grammaticale tijdsaanduidingen die ontzettend verschillen tussen talen. Beweging, de manier waarop beweging wordt weergegeven door in talen, totaal anders in verschillende soorten talen. Tijdsperspectief, dus grammaticale tijd, dat in sommige talen heel erg wezenlijk is, in andere talen helemaal niet. Het meervoudsysteem, of heb je al gezegd? Dus, nou, die verschillen zijn er allemaal tussen talen. En wat is het gevolg daarvan voor
de bijbehorende denkprocessen. Dus is het zo dat als je een andere taal speelt, dat je cognitieve wereld ook anders is. Dat is die discussie van linguïstisch determinisme. Ja. Nou, dat zijn allemaal hele wezenlijke vragen. Ja. En dat waren ook vragen die... En die kon hij al allemaal op een ongelooflijk enthousiasmerende, boeiende manier. Ja. Het was een ongelooflijk boeiende verteller. En die kon ook altijd de grote lijnen... Je komt al gauw als je aan Chomsky denkt, dan kom je over... evolutie van taal te spreken. Als iets aangeboren is in de mens, dan wil je weten of het in de ontogenese versus de filogenese. Ja. Dus dan gaat het over evolutie van taal. Ja. Dus daar zitten zoveel... En hij kon dat allemaal in dat ene college in. En dat was een college in het eerstejaars Nederlandistiek. Ja. Het college ATW. Algemeen taalwetenschap was geen afzonderlijk studierichting, maar dat was een kopstudie. Dus ik ben naar het kandidaats Nederlandistiek algemene taalwetenschap gaan studeren. Ja. En dat college van Kraak was eigenlijk ook... Ja, er waren andere... Ik heb ook de vakdidactiek gehad. Ik zou voor de klas mogen. Ik heb historische taalkunde. 17e, 18e eerste letterkunde. Maar dat vond ik dan allemaal niet zo geweldig. Daar heb ik ook heel erg weinig herinneringen aan. Terwijl ik het nu wel interessant zou vinden, denk ik. Het is ook afhankelijk vaak van de docenten die je treft. Of, of iemand je meeneemt erin. Hè. Ja, maar dat heeft die Kraak dus overduidelijk wel gedaan. Wat zeg je? Dat heeft die Kraak dus overduidelijk wel gedaan. Die Kraak, die heeft vervolgens ook een behoorlijk grote invloed op. Ik ben uiteindelijk met hem getrouwd, heeft de vader van mijn zoon. Kijk, maar dat even terzijde. Ik denk, dat kan ik natuurlijk niet verzwijgen. Maar dat is... Nee, maar goed. Nou zit hier iedereen te lachen. Ik kan dat wel verzwijgen, maar... Ik lach je. Dat is natuurlijk een hartstikke interessant verhaal. In ieder geval, ik ging ATW studeren, algemeen taalwetenschap. Dat had ook met andere dingen te maken, want ik had wel ontdekt, kijk, ik had dat gymnasium beta gedaan, ik hou ook van cijfertjes, ik hou van experimenteren, ik ben toch, ik ben alfabet, misschien een beetje gauw, maar ik ben van allemaal een beetje, maar ik was exacter dan, letterkunde is natuurlijk prachtig. De meeste zijn waarschijnlijk. Maar de taalwetenschappelijke vakken, dus de taalkundige vakken, dus fonetiek, fonologie, die trokken me, ik weet niet of je weet wat dat is, maar die trokken me meer, dus was duidelijk dat ik iets met algemeen taalwetenschap wilde. Ja. Gelukkig was daar de kopstudie algemene taalwetenschap. Dus dat ben ik gaan doen. Dus ik ben altijd een beetje exact bijgestuurd. Heb je Chomsky zelf ook eens ontmoet, toevallig? Nee. Hij is toch ook een activist? Hij was een Politiek activist, kijk, het is natuurlijk een reus in allerlei opzichten. Want er staat niks meer van overeind. En sommige mensen zeggen ook wel eens... Hij heeft de taalwetenschap 50 jaar op achterstand gebracht. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want omdat die theorie, dat descriptieve systeem, dat hocus pocus kun je het echt noemen. Waar ik dus echt niet overtuigend college over kon geven. Maar daaromheen had hij die ontzettend interessante wereld van universalia. En al die hypotheses waar je mee aan de slag kunt. En zo gaat de wetenschapsontwikkeling. Dus zonder hem zouden we nu denk ik helemaal niet weten. Hoe groot die verscheidenheid van talen is. En zouden we veel minder weten over de relatie taal en cognitie. Want daar ging iedereen natuurlijk mee aan de slag met dat soort dingen. En die universalia, die kun je de een naar de ander kun je ze weg. Maar het geeft wel vervolgens inzicht in hoe het dan wel zit. Zo gaat wetenschap. Wanneer wist je dat je in de wetenschap wilde blijven? Je bent in 1983 gepromoveerd. Dat heb ik nooit wilde. Dat is alsof dat allemaal keuzes zijn. Dat heel bewust en zo is. Maar leven gaat zoals het gaat. Je moet op bepaalde momenten op de goede plek zijn. Dat was ik op allerlei momenten. Ik zat heel vaak dicht bij het vuur. Ja. Ik trof gespreide bedjes. Dat zeiden we in het voorgesprek ook even. Ja. Dus echt dat ik precies ergens was op het goede moment. Dat is regelmatig gebeurd in mijn loopbaan. Maar ik kon nog alle kanten op, want ik heb dus toen ik gepromoveerd was. Ja. Ik was goed gepromoveerd, ik was cum laude gepromoveerd. Ja. Jouw proefschrift heette Lexical Context Effects. Ja, dat ging over semantische en associatieve priming. En dan heel erg breed. Daar kunnen we direct misschien over zeggen. Maar in dat was in 83. Ik heb mijn manuscript ingeleverd eind 82. Precies op de laatste dag dat project liep. Want dat deed je. Ik bedoel, zo was ik dus opgevoed. Hè, in het geslacht de Groot. Ja.
wist ik dat ik in de wereld... Wanneer, dat was jouw vraag. Ja, wanneer wist dat je dat nou? Ik kom alle kanten op. Als ik jou hoor wat voor vragen begin jaren 80. Nee, natuurlijk zou me dat passen als een lekker zittende jas. Ja, maar begin jaren 80 was het net als nu. En zo is het vaak geweest. Er waren geen banen in de wetenschap. Ja. Dus toen ik in mijn laatste promotiejaar zat, dacht ik, en wat nu? Dus ik heb gesolliciteerd als handschriftdeskundige op het... Oh ja? Hoe heet dat Forensisch Instituut ook alweer? Ik heb als studieadviseur, want mij leek echt alles wel interessant. Maar dat meende ik ook echt. Ja? Ik was daar... Maar je hebt wel een bewuste keuze gemaakt dat je wilde promoveren, dus dat je onderzoek wilde doen. Nee, maar dat is ook weer op mijn weg gekomen. Dat is zo'n moment van op het goede moment op de goede plek. Moet je direct even naar vragen, dan zal ik je dat vertellen. Ja. Maar ik raak mijn lijn kwijt. Dus ik moet dit nu echt eventjes afmaken. Ja, ja. En dat was, hoe kwam je, en wat toen? Toen dacht ik, weet je wat, ik ga weer geneeskunde studeren. Precies, dus ik heb mij vlak voor ik promoveerde weer aangemeld. Ja. En je wilt niet geloven, ik werd ingeloot. En toen was jij 30, 31 jaar? Toen was ik 31. Laat begonnen, maar wat snel gestudeerd. En snel studeren was toen 5,5 jaar, want er stond 6 of 6,5, 6 formeel. En promoveren had ik precies in 4 jaar gedaan. Dus ik was 31. Ik werd ingeloot. En toen kwam ik even in dubio, maar dat heeft niet... Ik moest binnen 2 dagen beslissen. Ja. Want die plek zou anders naar de volgende op de lijst gaan, natuurlijk. Ja. Belangstelling genoeg, altijd geweest voor de studie geneeskunde. Ja. En toen dacht ik, ja, maar ik moet de kost verdienen. Ik bedoel, wie betaalt dan mijn studie? Moet ik dan lenen? Moet ik me laten onderhouden door iemand? Maar je was getrouwd? Nee, ik was toen nog helemaal niet getrouwd. Nee, dat heb ik helemaal niet. Ik zeg dat hij uiteindelijk de vader werd van me. Ik was helemaal niet. Ik had wel een relatie. En overigens inderdaad toen met... ik zat in een andere faculteit, gelukkig. Hè, dus ik ben niet in de faculteit gepromoveerd waar hij zat. Dus ik ben tijdens de studie al over... maar daar moeten we allemaal niet op ingaan. Maar dat is... Hoe interessant dat ook is, maar dat zullen we niet doen. Dan moet je een keer voor een ander... Nee, daar gaat het niet over. Dus, maar moet ik me dan laten onderhouden? En bovendien... Een studie geneeskunde, dat is op zich al 7 jaar. En dan wil je natuurlijk ook je specialiseren. Want daarvoor ben ik wetenschapper genoeg. Ja. Nou, dan ben ik 43 of zo als ik klaar ben. Ja. Achteraf denk ik, en dan nog, heb je lang genoeg te gaan. Had ik kunnen doen. Maar ook toen weer was die leeftijd voor mij... Dus dat perspectief van veel te oud, als je feitelijk kunt beginnen... Ja. Weer een brug te ver, of een paar bruggen te ver. Ja. En toen... heb ik daarvan afgezien. Nou, wat is er toen gebeurd? Want ik werd niet die handschriftdeskundige, want dan was ik net zoals te hoog opgeleid. Nee, dat soort brieven wat je nu krijgt als je iets... Je krijgt altijd brieven terug waarvan je denkt, is dat het nou of is iets anders? Maar ik was dan te zeer gekwalificeerd. Ik heb allerlei dingen toen geprobeerd, maar je moet zo nog even terug naar het proefschrift. Maar nu even dan een stapje in de toekomst. Ik zei al een paar keer, ik zat wel op het vuur. En dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat ik een hoogleraar heel erg goed kende. Want die wist dus wel wat er zowel te koop was. Ja. En ik had intussen ook gesolliciteerd, omdat er niks was, bij Psychon. Dus zegt Psychon je nog iets? Psychon was een onderdeel van de NWO? Ja, daar viel al de psychologische onderzoeksprojecten. Maar ook TNO onder... Ja. Voortgekomen uit TNO, als ik me goed herinner, Psychon. Nee, Psychon was een onderdeel van... Nee, niet van TNO. TNO, het instituut hebben altijd naast de NWO volgens mij bestaan. Maar Psychon, NWO was ZWO toen, was georganiseerd in verschillende groepen... rondom verschillende wetenschapsgebieden. En alle projectsubsidies liepen via die deelorganisaties. Ja. En Psychon was die deelorganisatie die met die... subsidies bezig was op het terrein van de gedragswetenschappen, inzonderheid de psychologie. Ik heb, omdat ik daar ook op gesolliciteerd heb, een half jaar gewerkt op het bureau van Psychon in Den Haag. Ja. Daar ging ik vanuit Nijmegen elke dag naartoe. En ik wist in die hoedanigheid dat NWO bezig was met het ontwikkelen van een fonds...
Wat bedoeld was om de verloren generatie, de goed gepromoveerde, de veelbelovende mensen uit de verloren generatie, aan een tijdelijke, dus zeg maar postdocplek te helpen. Die duurde 5 tot uitlopend tot soms 7 jaar. Ja. Hele chique beurzen. Dat, die mensen moesten een soort ambassadeur van de wetenschap worden. Dat heet het Christiane Constantijn Huygens Fonds. Ja. Ja. Het heeft niet lang bestaan, want later heeft de KNAW die postdocbeurzen overgenomen en die heette toen, hoe heette die, die had een andere naam. Kom ik misschien straks nog op en anders moet je het maar een keertje opzoeken en de kijker moet dat dan ook maar opzoeken. Zeker, zeker. maar in ieder geval, dat was toen in de maak. En ik viel in die doelgroep, althans, ik was goed gepromoveerd. Ik had voor mijn leeftijd of voor mijn fase in de loopbaan veel gepubliceerd. En jij hoorde toch tot die verloren generatie? En ik was toch, ik was die verloren, ik hoorde bij de verloren generatie. En dat is, die beurzen zijn voor het eerst verstrekt en misschien is, er nog één ronde geweest in 94, ik was in 93 afgestudeerd, ik had daar tussendoor 83, ja, dankjewel, 83. Ik had gepromoveerd, hè? Gepromoveerd, ja, dat heb je als je in de als je vooruit loopt op de graden. Ik ben gepromoveerd in 83 en toen heb ik in 84 die paar maanden bij Psychon gewerkt. En overigens ook nog een paar maanden op Max Planck Instituut, want Leeveld zat ook al, was ook altijd aanwezig als iemand die mij steunde. Die, die ook in deze serie zit. Ja, ja, die, daar heb ik ook heel erg veel aan gehad. Die was ook altijd, ik was altijd daar waar hij net allerlei interessante initiatieven ontplooide die mij weer een kans boden. Ja, ja. Maar in ieder geval, daar heb ik ook nog een paar maanden gewerkt. En toen werd er besloten tot de instelling van dit fonds. Ja. En toen heb ik samen met 106 anderen gesolliciteerd. Ja. En 21 mensen hebben er gehad, waaronder 3 vrouwen. En ik zat erbij. Ja. Daarmee kon ik beginnen in juli 84. Juli 84, ja, ja, precies. Ja, ja. Het was een principe voor 5 jaar. Maar het was bedoeld om die generatie te behouden voor wetenschappelijke functies aan de universiteiten. Dus het was ook de bedoeling dat als er ergens een keer, althans zo heb ik dat vanaf het begin begrepen, als er ergens een keer een plek vrij kwam in de wetenschap, moest je vooral proberen te solliciteren. Ja, ja, ja. En zo ben ik uiteindelijk na 3 jaar, en dat was in 1987, in Amsterdam terechtgekomen op een UWD-plek. Die mij, als ik kijk naar die profielschets, dit soort dingen bewaar ik allemaal, heb ik de afgelopen dagen al met tevoorschijn gehaald. Je weet niet hoe ik het lef heb gehad om daarop te... Want toen kwam je, bij de afdeling psychologie, bij functieleer... Nee, dat heet in Amsterdam psychonomie. Ik zei al, dat heb je ervan als we de volgorde doorbreken, want mijn proefschrift heb ik bij functieleer in Nijmegen gedaan. Dus ik heb bij letteren algemeen taalwetenschap gestudeerd in Nijmegen. Toen ben ik gaan promoveren binnen de faculteit psychologie en ik zat op de afdeling psychologische functieleer, zoals dat daar heette. En die zusterafdeling in Amsterdam heette psychonomie. Ja, nee, klopt. En daar ben ik in Amsterdam in 87. Ik heb daar zelf ook gestudeerd. Ja, weet ik. En die leerstoelen daar van Elshout en van Jeroen Rijmakers, dat waren ook leerstoelen. Leerstoelen, experimentele, psychologische functieleer. Ja. Maar die vakgroep heet psychonomie, zoals het vakgebied, eigenlijk het heet overal, of experimental psychology, functieleer, kom je buiten Nederland als term niet tegen. Experimental psychology en psychonomics eigenlijk alleen. Cognitive psychology is het vaak, hè. Het heeft eigenlijk alleen maar een psychonomische congres van de functieleerpsychologen. Het Amerikaanse jaarlijkse congres, dat was psychonomics. Maar verder kwam ik ernaar. Je zei net, je wil niet weten waarom ik het lef had op die functie te solliciteren. Want dat wil ik juist wel weten, waarom je het lef had. Als je straks ook nog even op het proefschrift dan terugkomt, want we zitten de volgorde van de tijdslijn wel behoorlijk uit. En maar dan raak gaat ik niet het spoor. Het leven gaat niet altijd chronologisch. Dat is zomaar. Zeker terugblikken erop niet. Die advertentie stond, ik heb hem weer opgezocht, ik bewaar alles. Februari 87 stond die in de Volkskrant. Ja. En wat zij vroegen was een universitair hoofddocent, cognitieve psychologie en informatica. Ja.
En als je dan kijkt naar de taakomschrijving, daar stonden dingen als dat ik geacht, dat de kandidaat geacht zou worden leiding te geven aan het onderzoek op die deelgebieden. Informatica, het woord kende ik, maar daar was dan ook alles mee gezegd ongeveer. Ja, ik zit nou te overdrijven, maar ik had natuurlijk, ik moest bewezen ervaring in dat domein hebben opgebouwd. Ik moest onderwijs verzorgen in de net opgerichte studierichting artificiële intelligentie. Dat woord snapte ik. Ik wist ook wel waar het vakgebied over ging. Ja. Maar onderwijs verzorgen op een vakgebied waar je eigenlijk, ik had er zelfs nauwelijks over gelezen. Dus de enige passing, en ik moest ook nog beschikken over kennis over de technische aspecten van informatica. Ja. Ik moest weten hoe een computer in elkaar stak. Een programmatuur, maar ook een computer. Nou, het was er allemaal zoveel naast. Maar, en dat had ik wel eerder geleerd, ik weet niet meer wanneer ik dat voor het eerst geprobeerd heb. Je moet soms gewoon lef hebben. Dat is de kop in dat artikel wat jij gelezen hebt. Een beetje lef en dan en hard werken, dan kom je in heel eind. Ik had ook het geluk, want hoe zou ik anders geweten hebben van die vacature? Ja. Ik zat vaak dicht bij het vuur. Ja. Dus ik denk eigenlijk dat Smolenaars, die zat bij psychonomie. Ton Smolenaars, die zat bij psychonomie, die afdeling van Jan Elshout en Vrijda. Dat hij contact heeft gehad met Rembert Kraak. Ik weet het niet, hè? Ik weet het niet. Ja. Maar dat, in ieder geval hoorde ik van Rembert, er is een vacature in Amsterdam. Waarom zou je niet gewoon solliciteren? Ja. Nou, ik zou dus niet gewoon solliciteren, omdat het enige punt van herkenning in wat ik op dat moment allemaal in huis had, wetenschappelijk, was een heel klein stukje van de cognitieve psychologie. Ja. Taalpsychologie is een heel klein stukje van dat immense terrein cognitieve psychologie. Ja. En ik had dus in huis kennis van experimentele methodes, die ze overigens in Amsterdam meer wilde ontwikkelen. En dan meer, niet op het gebied van hoge mentale processen, zoals we dat in Amsterdam noemden, maar de meer basale processen. Daar horen bepaalde onderzoeksmethodes bij, experimenteren, onafhankelijke variabelen, afhankelijke variabelen, reactietijdmetingen binnen de 1500 milliseconden, daar had ik veel ervaring mee. Ja. En dat wilden ze in Amsterdam sterker, maar ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom Jeroen Rijmakers een paar jaar daarvoor benoemd is. Die had dat ook allemaal in huis, plus in zijn geval de combinatie met de toepassing. Hij kwam vanuit TNO, Jeroen Rijmakers zit ook in deze serie. Nou, dus ik had experimentele vaardigheid in het experimenteren op de, wat ik altijd noem, de vierkante centimeter, de postzegel. Ik had wel een idee, cognitieve psychologie, natuurlijk wist waar het over ging, want als je met taalpsychologie bezig bent, ben je altijd met cognitie bezig. Ja. We hadden het net al over die universalia, language acquisition device, kritieke periodehypothese, noem allemaal op, dat is ook allemaal psychologie, is allemaal cognitie. En jouw proefschrift was dat toch? En mijn proefschrift ging om daar ook even op terug te komen, dat was een psycholinguïstisch proefschrift wat je gemaakt hebt. Jazeker. Dus die bagage had je, nam je sowieso mee naar die functie. Ja, maar dat is maar een heel klein stukje van de cognitieve psychologie. Terwijl, en het was ook volstrekt duidelijk dat de Amsterdamse cognitieve psychologie een totaal andere was in die tijd dan de Nijmeegse. Dus Amsterdamse, ik noemde net al hoge mentale processen, Elshout. Dat was, de onderzoeksmethodologie was vooral hard denken, protocollen, introspectie. Ja. Omdat de vragen die hoe verloopt denken, dus een hele grote, heel erg interessante vragen. Ja. Terwijl wij in ons onderzoek, de experimenteel psycholoog, eigenlijk hele kleine vraagjes stelt vanuit het idee, je moet al die kleine vragen beantwoorden en die tellen dan op tot iets groots. Ik denk dat dat een soort impliciete aanname is. Bijna op een elementair niveau, op een natuurkundige manier analyseren van hoe iets tot stand komt. Nou, in ieder geval in Amsterdam had je die hoge mentale processen, dus daar had je onderzoek naar, Hamel zat er nog met architectonisch ontwerpen. Vroeger natuurlijk schaken, denkprocessen in het algemeen. Ja. God, wat deed Jan zelf nou ook alweer? Maar in ieder geval, dat waren die intelligentie natuurlijk, die grote vragen. Terwijl de Nijmeegse
functioneer, maar daar, ook de Nijmeegse taalpsychologie, dat was echt die vragen van hoe verloopt woordherkenning. Is ontleders, dus, waren het meer ontleders, zeg maar. Als je het, ja, ik heb aan zitten denken, het is eigenlijk een soort, dat was toch Donner, hè? Ja, het heet ook het Donners Instituut. Hè? Donders, die man van Donders. Donders. Donder is die minister. Of de schaker, Jan-Hein Donner. Maar ja, ook. Het Donders Instituut, van die... Van die mentale chronometrie en dan het optellen van analyseren deelprocessen. Ja, ja, ja. Nou, het is inderdaad dat soort, het is niet voor niets dat dat instituut het Donders Instituut is gaan heten. Ja, ja. Dat was echt de Nijmeegse psychologie. Je pak, en dan dat vraag, die vraag die je dan stelde, was wel vaak een interessante vraag. Ja. Mijn vraag bij dat proefschrift was, meerdorlei, wat is het Nederlands woord? Het ging allemaal over woordherkenning. Ik onderzocht dat met priming-onderzoek. Priming, op een heel specifieke invulling daarvan. De oorspronkelijke invulling volgens mij, dat is, dus priming is altijd het voorbereiden van een bepaald mentaal proces met een eerdere stimulus. Hè. En dat, die eerdere stimulus noem je dan de prime. Ja, wat je onbewust waarneemt. Hè, hoeft niet onbewust, het kan ook bewust zijn, maar in ieder geval wat je doet in priming experimenten is iets op gang brengen in dat cognitieve systeem waarmee je iets anders beïnvloedt. Nou, in mijn geval, de proefschrift over priming, was het proces waarin ik geïnteresseerd was, woordherkenning. Ja. Woordherkenning is een ontzettend essentieel onderdeel van het talig functioneren. Ja. Ik denk eigenlijk het belangrijkste, vind ik nog altijd. Ja. Woordherkennen en woordbetekenissen hebben in communicatie is de belangrijkste component van communicatie, veel belangrijker dan grammatica. Ja. Kijk, Chomskaanse taalkunde zit op grammatica. En ik heb altijd in het woord op het woordniveau gewerkt. En ik ben er ook van overtuigd dat dat het belangrijkste niveau is, dat daar de meeste betekenis in zit. In ieder geval, woordherkenning is een essentieel proces bij taalproductie en bij taalperceptie. En woordproductie is een essentieel onderdeel van het taalproductieproces. Ja. Ik deed dan dat woordherkenningsonderzoek. Dat was het cognitieve proces wat ik in kaart wilde brengen, wat ik wilde begrijpen. Ja. En daar had je ook voor nodig kennis van hoe het geheugen, vooral het semantisch geheugen eruit ziet. Bestaat dat uit netwerken van semantisch gerelateerde woorden. En ik onderzocht die vraag naar woordherkenning met behulp van die, dus was alleen mijn techniek, die priming techniek. En dan ging dat, en dat is wat de experimentele psychologie natuurlijk over de breedte doet, dat kan je niet anders doen dan dat heel precies en heel gevarieerd te doen, want er zit aan elke vraag hoe je die moet of aan elke taak zitten zoveel aspecten die je allemaal moet begrijpen om uiteindelijk dan überhaupt je vraag, die interessante theoretische vraag, beantwoord te krijgen. Ja. Dus in dat priming, in dat proefschrift zit allerlei manipulaties. Bijvoorbeeld het soort semantische relatie, semantisch of associatief. De sterkte van de relatie tussen de prime en de target. Ja. Er was toen een theorie die zei, je hebt twee soorten primingprocessen en één vraagt om aandacht en de andere is een automatisch proces, automatisch spreidende activatie in het mentale lexicon. De andere, dat gaat om een attentioneel proces. Nou, een attentie kun je manipuleren door de proportie van een bepaald soort stimulus in je materiaal te manipuleren. Dus dat heb ik ook gedaan. Het interval tussen de prime en de target, spreidende activatie, kost tijd in dat geheugen. Dus je moet op de goede aanbiedings het interval hebben tussen de prime en de target om überhaupt effecten te vinden. Het is ook interessant om daarna te gaan zitten. Ja. Of je gaat kijken, wanneer houdt dat effect op? Ja. Want dan kun je in kaart brengen hoe snel die activatie zich in het geheugen verspreidt. Ik besteed hier aandacht aan, omdat mensen vaak denken, priming, wat is dat nou? Nee, daar zitten wel degelijk theoretische vragen achter. Woorderkenning is hoe dat proces verloopt. Dat is iets het onderzoeken waard. Ja. Hoe dat geheugen eruit ziet, is iets het onderzoeken waard. Maar dan heb je vervolgens een taak nodig. Ja. Dat is waar de experimenteel psycholoog altijd vervolgens op terug moet vallen. Ja. En dan wordt het vaak gedoe en moeizaam. Maar het moet. Je kunt het niet anders dan precies doen om te begrijpen wat er gebeurt. En om uiteindelijk überhaupt iets te kunnen zeggen. Ja. Dus dat proefschrift had al die facetten, proportie, interval tussen de stimuli, sterkte van de relatie, de soort relatie. Ja. Ook iets wat ik in mijn proefschrift heb geïntroduceerd. Als er inderdaad zoiets is als spreidende activatie in een mentaal semantisch geheugen. Ja. Hoe ver verspreidt die activatie die je op gang brengt met die prime zich dan in dat geheugen? Is dat één stap? Want het idee is dat woorden die iets met elkaar te maken hebben in dat geheugen met elkaar verbonden zijn. Ja. Is dat dan één stap? Of gaat dat door naar een tweede stap? Een derde stap? Nou, toen heb ik de techniek gemedieerde priming geïntroduceerd. Dan ging je niet werken met
twee gerelateerde woorden. Dus een prime die een directe relatie, of een target die een directe relatie had met de eerder aangeboren prime. Maar daar zit mentaal eentje tussen. Dus je gaat bijvoorbeeld van, ja, ik heb daar allerlei boeken neergelegd omdat ik voorbeelden moest hebben en daar staan ze allemaal in. Mag mijn proefschrift er even bij halen? Dan geef ik je eventjes, want ik zag tot, ik zag tot mijn, zo werkte ik altijd wel, ik moet altijd alles onder controle hebben, dus ik had dit proefschrift te verdedigen daar in de aula. En dan weet ik dat ik een manipulatie heb, semantisch gerelateerd en zwak gerelateerd. En semantisch gerelateerd is dan bijvoorbeeld melk en wijn. Wijn vind je nooit als associatie in associatie-experiment als reactie op wijn. Maar als je ze volgens de taalkundige kenmerkanalyse analyseert, dan zijn ze wel degelijk gemeenschappelijk. Dus melk-wijn of merrie-koe, die krijg je ook nooit als reactie, maar ze zijn wel degelijk. Druppeltraan, die hebben echt een visuele peperzand, dat soort dingen. Maar ik was op zoek naar, dus dat wil je dan paraat hebben, dus dat schreef ik stiekem achter in mijn proefschrift. Of niet, stiekem, je mag natuurlijk je proefschrift gebruiken. Mediated word pairs. Dus, de prime en de target zijn niet rechtstreeks gerelateerd, maar daar zit een mediator tussen. Ik moet nu denken aan een grapje wat Jeroen Rijmakers, die ook in deze serie zit, maar die interviewde ooit een keer voor een blad over het geheugen. En toen gaf hij als voorbeeldje van ik moest dan snel even kleuren geven. Wat is de kleur van dit papier? Wit. En wat is de kleur van sneeuw? Wit. Ja. Wat drinkt een koe? En heel veel mensen zeggen dan, en ik zei dat ook, melk. Terwijl een koe, hij geeft melk, maar hij drinkt water. Is dat ook zo'n intermediërende prime, die je dan met de kleur... Geef nog eens even het laatste voorbeeld. Wat is de kleur van dit papier? Wit. Ja. Wat is de kleur van sneeuw? Of wat is de kleur van mijn broek? Is wit. Ja. En dan, wat drinkt een koe? Omdat wit zo... En dan zei die wit. Ja, maar dat, dan heb je... En wat is de reactie dan? Wit. Nee, wat drinkt een koe? Melk. Ja. En melk is wit. Omdat wit zo enorm getriggerd is in je brein. Ja. Nee, inderdaad. Daar is iets gebeurd. Maar het is wel... Ja, het is een... Je is kunt dat zo'n intermediaire... Je kunt dat zien als daar is iets tussenin... Maar ik deed het wel op een andere manier. Mag ik even de stimulus? Ja, zeker, maar zeker, het zeker, heeft zeker, er... Ja. Bijvoorbeeld, je prime is aanbeeld. Yeah. Als je aanbeeld aanbiedt in een woordassociatie-experiment, krijg je heel vaak hamer. Als je hamer aanbiedt, krijg je heel vaak spijker. Yeah. Hamer, spijker. Yeah. Maar als je aanbeeld aanbiedt, krijg je nooit spijker. Dat krijg je niet. Yeah. Daar zit dat als mediator hamer tussen. Yeah. Dus ik bood als prime aanbeeld aan. Yeah. Ik bood als target spijker aan. Yeah. En de vraag is, krijg je dan ook... een priming effect. Ja. Is de reactietijd op spijker korter na aanbeeld dan na een totaal ongerelateerd woord? Ja. Als dat zo is, dan kun je daaruit concluderen dat dat semantische netwerk, dat is aanbeeld, hamer, spijker, dat in dat semantische netwerk, dat proces wat op gang is gebracht door het woord aanbeeld, in ieder geval twee stappen heeft doormaakt. Ja. Dus ik probeerde ook de structuur van dat semantische geheugen in kaart te brengen. Dat lijkt me best monnikenwerk. En nee, het is allemaal, dat is mijn boodschap. Het is, en dat is heel erg vaak. Ik was vorig jaar op CERN een keer, want ik wilde eindelijk die buis daar onder de grond wel eens zien. En dat gaat over spectaculair onderzoek met hele wezenlijke vragen. En dan zie je die mensen werken. Het zijn allemaal monniken die zitten gewoon om met data in te voeren. Of die zitten het scherm te turen. Maar dat is, de vragen zijn interessant. Maar de manier waarop je ze kunt beantwoorden, dat is monnikenwerk. En dat moet je kunnen als experimentator. En dat vergeten mensen vaak. Dus het is de vragen, de wetenschappelijke vragen. Dus mensen denken vaak, wat is dat een pietlut? En wat een precisie? Maar je moet als onderzoeker precies zijn. Maar ik ben geïnteresseerd in de grote vragen. Ik ben ook een Piet Lut, hoor, daar niet van. Die indruk maak je geen zin, hoor. Maar in ieder geval, dit is gemedieerde priming. En de onderliggende vraag was een theoretische. Namelijk, hoe zit dat semantische geheugen? Ja, dat je binnenkomt met zo'n prime. Je maakt contact met de geheugenrepresentatie. Dat brengt er allerlei processen op gang. En welke representaties van andere woorden worden daarbij betrokken? Worden daarmee geactiveerd? Nou, dat soort vragen probeerde ik in dat proefschrift te beantwoorden. En uiteindelijk kwam ik tot een drie procesmodel van semantische priming. Dat is dan mijn laatste hoofdstuk. Waarin ik dan al die verschillende manipulaties en uitkomsten aan elkaar gepraat heb. Ja. En dat klinkt alsof ik er zelf niet in geloof. Maar zo bedoel ik het niet. Het was coherent. Ja.
Maar ook dat is monnikenwerk. Dan zit je met heel erg veel bevindingen en dan moet je daar toch een coherent kader bij denken, wat op zijn minst plausibel is en wat een ander, waarop een ander weer kan gaan schieten. Ja. En dat is ook weer, het is, wetenschap is, is heel veel monnikenwerk en heel veel heel hard werk, zoals mijn vader in de wagenmakerij lichamelijk ongelooflijk hard bezig was, is wetenschapper zijn heel erg hard werk en dan intellectueel hard werk. En ook, ook in verband met de tijd al net, we proberen ongeveer een uur te houden. Wil ik even overgaan naar jouw hoogleraarschap. Want je werd in 1994 werd je hoogleraar experimentele... 95. Ik had 94. Had ik, experimentele taalpsychologie. In Amsterdam. Hè. Dus dat is dus redelijk snel na die... 8 jaar. Ik ben 30 jaar in de UvA geweest. Na een functie waarop jij met lef solliciteerde, zeg maar. Ja, dat kan je wel zeggen. Die vervolgens een andere naam kreeg. Hè, want ze hadden wel door dat ik niet paste, maar ze wilden me toch hebben. Dat durfde Jan dan. Hè. Jan durfde dat soort dingen. Yeah. En ik heb van Jan wel eens gehoord dat Jan er wel Elshout, dat er wel discussie was er was wel discussie in de sollicitatiecommissie, want ze zagen ook wel in dat ik toch wel ver dat de passing niet optimaal was, behoorlijk suboptimaal. Hij is toen genoemd hoofddocent hoge mentale processen. Yeah. Dat was de officiële naam. Yeah. Dus dat deel. Informatica is er helemaal komen te vervallen. En dat werd later door Wielinga bestreken, die studieroute artificiële intelligentie onder zijn hoede had. Ja. Dus dat is zo opgelost. En dan voelde ik me bij die hoge mentale processen ook niet zo thuis dan bij die basale, maar dat was nog redelijk, die passing. Maar ik was natuurlijk die taalpsycholoog en in het bijzonder die experimentele taalpsycholoog. En dan, dat betekent, dat bedoel ik mee, ook met die speciale manier, die onderzoeksmethode. Toen kwam er onder het rectoraat van Pieter de Meijer ineens een fonds dat erop gericht was om iets meer, of meer, laat ik niet zeggen iets meer, zoveel mogelijk meer vrouwen in hoge wetenschappelijke functies te krijgen. En wat dat fonds deed, was een beetje, want je had niet veel geld nodig, geld beschikbaar stellen om van vrouwen die gekwalificeerd waren, de functie die al UD waren bijvoorbeeld, op te hogen naar universitair hoofddocent, of die al hoofddocent waren, om te zetten naar nog leraarschap. En dat waren gewoon nog leraarschappen, maar wel persoonlijke, dus aan de persoon gebonden. En daar heb ik er eentje van gekregen. En Jan is daar ook weer, dus die heeft mij aangenomen. Dat lef heeft hij ook gehad. Ik had niet alleen lef om te solliciteren, maar hij had ook lef om mij aan te nemen. Hij is ook degene geweest die dat heeft opgepakt. En dat is gelukt. Maar had je als je... Weet ik veel, op de middelbare school ambitie om hoogleraar te worden? Nee, ik zei net, ik vond alles interessant. Is dat ook weer toeval? Dingen komen op je... Ik heb al zo vaak een aantal keren het bedje was gespreid. Ook toen ik in Nijmegen kwam in 1975. Dat Leeuwald daar net zijn Max Planck Instituut aan het oprichten was. Met een interfacultaire werkgroep waarin John Marshall zat, met wie ik woordherkenningsonderzoeken. Ja. Dus daar kan ik veel meer over vertellen, heb ik allemaal de tijd niet voor. Dus... Er kwam heel erg veel op mijn pad. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als er andere dingen op mijn pad gekomen waren, dat ik die richting was opgeslagen. Want als ik uiteindelijk die baan als handschriftdeskundige had gehad, dan was ik ook. Dan was ik denk ik ook. Nee, dan. Dus ik heb uiteindelijk wel het gevoel dat die loopbaan die ik gehad heb mij paste. Ja. Maar het had ook wel een ander kunnen zijn. Ja. Dus nee, ik eerder het tegendeel. Ik kom dus niet uit die familie waar. Gestudeerd wel, behalve dan die oom Antoon. En mijn oudere broers die zaten dan wel op de universiteit. Maar ik dacht, nou, toen ik dat gymnasiumdiploma had, kijken of ik dat eerste jaar haal, die propedeuse. En tot mijn verrassing haalde ik dat. Ging dat heel makkelijk. En ik heb altijd de neiging om tegen andere mensen op te kijken. En dan denk ik, hé, is dit het nou? En dan doe je kandidaats. Hè? Nee, zo eigenlijk meer. Dat is toch een bepaalde naam heeft het toch? En dat je je minderwaardig vindt, een bepaald syndroom. Nee, ik heb me nooit minderwaardig. Imposter-syndroom of zo? Dat is een bedriegerssyndroom. Nee, het was niet bedriegerssyndroom, maar dat je denkt... Nee, maar dat is het niet. Het was echt gewoon verbazing, omdat je toch denkt, die universiteit en het milieu waarin ik kwam, ook al hadden we onze oom Antoon, die universiteit, dat is een andere wereld. En ik dacht altijd, dat is een andere wereld. En ik kwam dan in
in die wereld en het was een gewone wereld. Ja, 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 en ja. Dat heeft echt te maken, daar zouden veel meer studenten van doordrongen moeten zijn. Ik had ook wel een beetje lef dat ik op mensen afstapte. Mensen durven dat vaak niet. Dat je eens gaat vragen, god, wat is dat nou? En god, kan je iets betekenen? Een sollicitatiebrief schrijven of niet sollicitatiebrief, een aanbevelingsbrief. Dus dat soort dingen moet je wel durven en dat deed ik ook. Omdat ook, want het interview heb ik ook gelezen, omdat hoogleraar ook heel vaak gewoon iemand willen helpen. Gewoon normale mensen zijn. De afstand is, vaak het gevoel dat die voor studenten die afstand heel groot is, terwijl die niet groot, ja, in een bepaald opzicht is natuurlijk groot, want er zit aan de ene kant kennis en aan de andere kant nog een, of er is al iemand die het een en ander in huis heeft en de ander moet daar naartoe. Maar in andere opzichten, intermenselijke opzichten, is die afstand in Nederland helemaal niet. In Duitsland was hij er vroeger in mijn perceptie veel meer, maar hij was er in Nederland al heel erg lang niet. En daar zouden studenten echt van doordrongen moeten zijn. En dat deed ik wel, dat soort dingen. En jij werd hoogleraar. De wetenschap staat nog altijd bekend als een mannenbolwerk. Heb je dat zo ervaren ook? Dus dat je een van de feitelijk was je natuurlijk een van de weinige hoogleraren. Maar ervoer je dat ook zo? Dat je in een... Dat was doorheen mijn hele loopbaan het geval. Ik zei straks, we zaten met 18 meisjes tussen 415 jongens. Ja. Nooit een probleem meer gehad. Vond ik eigenlijk wel... Nee. Eigenlijk was dat wel leuk. De belangstelling van jongens, hè? Weet je wel. Vooral toen ik geen brilletje meer had. Hè? Ja. Even terzijde. Die terzijde wil ik eigenlijk om doorvragen. Maar dan moet je een keer uitgebreid. Dus dat was... Dit interview heb je vast niet gehad met een van die mannen die je al geïnterviewd hebt. Het gaat nog komen, denk ik. Oké. In ieder geval, dat was toen. Toen kwam ik later bij functieleer, want ik ging dus van algemeen taalwetenschap in de letterfaculteit naar psychologie. En daarbinnen dan ook nog een harde programmagroep, functieleer. Dan was ik de eerste vrouwelijke promovenda. Ik heb daar 4 fantastische jaren gehad in een hele stimulerende omgeving. Ik ging tussen de middag van 1 tot 2 in weer en wind, zomer, winter, lente. Het hele jaar door gingen we 's middags volleyballen op het pleintje. Ja. Ik heb dan nooit iets gemerkt van niet erbij te horen. Echt nooit. Misschien had ik er geen voelsprieten voor, maar ik geloof echt dat het er niet was. Maar heb je jezelf ooit als een rolmodel gezien voor andere vrouwelijke hoogleraren? Of? Nee, weet je, dat hoor je dan van anderen. Een soort rolmodel. En van studenten hoorde ik het later ook wel. En ik kreeg ook wel eens een kaartje bij het afstuderen van iemand of zo. En daar stond het dan op. Was ik nooit mee bezig. Was misschien wel fout dat ik er nooit mee bezig was. Ik was een paar maanden of een half jaar of misschien wel een jaar, dat weet ik niet meer precies. Ik weet ook niet meer in de periode, in de jaren 90, voorzitter van de Universitaire Emancipatiecommissie. En achteraf denk ik, dat paste mij helemaal niet, want dan moet je veel sterker dat bewustzijn hebben, want er is iets mis. En feitelijk was er iets mis, hè? Want het feit dat die verhoudingen tussen aantal vrouwelijke studenten en dan ga je hoger in rang en dan neemt dat percentage af. En het duurt 17 jaar om door te groeien, hè? Dus dan moet je ook altijd rekening houden. Maar hij is scheef. En in Nederland, ook als je het vergelijkt internationaal, is het ondermaats in dat opzicht. Dus ik zie dat cijfermatig ook wel. Maar ik was eigenlijk nauwelijks bezig ooit met hoe heb ik het dan gered? En wat moet ik dan overdragen aan anderen? En wat zit er dan precies achter? Bestaat het überhaupt? Wat is dat dan wat bestaat wat ik niet zo doorvoelde zelf? Dus ik was ook eigenlijk niet een geschikte persoon voor die functie. Ja, ik weet niet of ik het slecht heb gedaan. Volgens mij niet. Maar het schiet me nu te binnen dat volgens mij twee van jouw promovendi, Anna Bosman en Jeannette van Hel, allebei ook hoogleraar zijn geworden. En een derde. Dominique Sandra in Antwerpen. Die eerste twee ken ik dan een klein beetje vanuit Amsterdam. Geef je dat extra trots of zo? Of is dat... Vittorio. Ja, het woord trots is een woord waar ik nooit dacht is een beter woord. Tevredenheid. Het zijn dan dingen die je achteraf constateert. Vind ik het verbazingwekkend? Nee, want ik weet dat wetenschap vraagt om precies werk. En ook dat domme werk, dat domme saaie werk, dat moet je allemaal doen. Het is theoretisch heel interessant, maar uiteindelijk komt het toch neer op een ambtenarenbaan. Niks tegen ambtenaren. Maar in ieder geval, ik denk wel, die manier van werken. En ook
Het publiceren. Ik ben schriftelijk, niet zo mondeling, maar schriftelijk ben ik heel erg goed. Dat weet ik van mezelf, dat durf ik ook gewoon te zeggen. En dat kan ook omdat je voor schrijven... Dat je daar de meeste controle hebt. Ja, en je kunt de tijd nemen. Je hebt letterlijk in de hand. Je kunt de tijd nemen. Het raar is dat ik achteraf niet begrijp hoe we dit vroeger deden, want toen moest je achter de typemachine gaan zitten en dan moest het in één keer. Dan kon je niet eindeloos redigeren. Ja. Maar inderdaad de controle, je kon nadenken voordat je begon, toen ook al kon je... Dus ik ben heel erg precies. En het moet heel erg precies allemaal. Want anders ben je, als je een verhaal aan het vertellen waar niemand iets mee kan. Het moet allemaal precies. En dat heb ik, dat leren schrijven. Overigens heeft Art Thomas, mijn promotor in Nijmegen, was ook zo'n preciezeling. En die heeft dat mij geleerd. Voor zover ik het dan nog, voor zover er puntjes op de i moesten. Ja. Want dat moest nog wel. En ik heb volgens mij mensen wel leren schrijven. Ik besteed ook altijd heel veel aandacht aan... bij bachelorthese, bij masterthese begeleiding aan het schrijven. Het moet er echt staan. Er mag geen wit tussen de regels waarop assumpties zitten. Je moet alles expliciteren en dan ook nog zo bondig mogelijk. En daar ben ik goed in, dat weet ik. En dan ben ik ook nog goed in enige retorische kracht aan mee te geven. Dus dat heb ik ze denk ik geleerd. En ik denk dat ze dat ook zullen beamen. Ik weet ook dat Anna Bosman bijvoorbeeld bij haar promotie... had ze alles bewaard wat ik allemaal gecorrigeerd had. Die kwam aanzetten en ik vind het jammer dat ik die doos niet bewaard heb. Ik had zo'n hele grote ton. Had ze al die manuscripten. En toen liet ze het aan het verzamelde gezelschap zien. Elke pagina, dat begon helemaal blauw. Helemaal blauw. Allemaal met pennetje gecorrigeerd. Dus niet op de tekstverwerker in die tijd. Allemaal helemaal blauw. En zei, jij hebt mij leren schrijven. Ben ik trots op. Ik ben niet verrast dat het zijn waar alle twee hele slimme promovendi, leergierig, dezelfde soort dingen in huis. Dus ik ben niet verrast dat ze dat. Ik ben er ook zeker niet trots op, maar ik heb ze wel wat geleerd. Ook in verband met de tijd en omdat we gewoon moeten afronden. Ik wilde nog heel even aanstippen, omdat je na jouw afscheidreden ging over de toegenomen verengelsing in het academisch onderwijs, waar jij... Nou ja, bijna, de onbeheersbare verengelsing van het waar je bijna als een activistische Chomsky je tegen verzet. Wat steekt jou zo in die verengelsing in het academisch onderwijs? Dat is vooral de overtuiging. En dan gaat het over, ik ben altijd met dat woord bezig geweest. Ik heb een aantal keren in dit gesprek al gezegd, voor mij is het vocabulaire een heel belangrijk, ik heb dat woord nog niet gebruikt, maar een heel belangrijk aspect van het onze communicatiesysteem, belangrijker dan grammatica. Het is toch echt de overtuiging dat je in dat Engelstalige onderwijs, en dat heeft vooral te maken met dat beperkte vocabulaire, dat het onderwijs aan kwaliteit inboet. Dat is de een van de twee belangrijke. Ja. Maar dat was de primaire. Ja. Dus het uitdrukkingsvermogen neemt ontzettend af als je in het Engels moet doseren. Ja. Dus dat onderwijs. Ja. En het moet allemaal precies, zei ik net. Niet alleen het onderzoek moet precies, maar onderwijs moet ook precies. Je moet wel precies willen overbrengen wat je wilt overbrengen. Want anders blijft het allemaal van die vage concepten waar niemand iets mee kan. En dat zit hem in het vocabulaire, dat zit hem in taalvaardigheid. En die taalvaardigheid is in de moedertaal, en de meeste van onze studenten hebben het Nederlands als moedertaal, aantoonbaar ongelooflijk veel. Dus dat onderschatten mensen. Empirisch aantoonbaar. Empirisch aantoonbaar. Mensen denken, die jonge generatie heeft nauwelijks een accent. Het zit niet in het accent, het zit hem in die woordenschat. Die is aantoonbaar en in de accent zit hem ook. En dat accent heeft ook allerlei nadelige gevolgen. Ja. Het zit hem ook in minder de grammaticale kennis, maar het zit hem vooral in die woordenschat. Die woordenschat is aantoonbaar, aanzienlijk, is aantoonbaar kleiner. Je hebt voor goed onderwijs en ook goed schrijven, daarom ben ik in schrift ook goed, een heel groot woordenschat nodig op een paar fronten. Niet alleen een academische woordenschat, ook een algemene woordenschat, huistuin- en keukenwoordenschat, een academische woordenschat en ook vaktaal, specifieke bij jouw vakgebied horende woordenschat. Ik zit trouwens in een commissie TINT, terminologie in het Nederlands taalgebied, en die probeert dat te bevorderen. Maar zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld veel studenten psychologie die worden opgeleid tot therapeut of therapeutisch medewerker, die studenten hoeven heel veel minder in het Engels te studeren, omdat dat ze zullen in de zorg gaan werken met Nederlandse mensen. Dat is ook allemaal voor Engels, hè? Ja, helaas. Maar dat ze daardoor slechtere therapeuten zullen worden. Ja, dat denk ik zeker. Dat is en niet alleen die therapeuten. Iedereen wordt er in het onderwijs. De overdracht van docenten in een collegezaal
met een taal die niet je moedertaal is. En dat beperkte vocabulaire is... overigens is er gisteren bij Science Guide een publicatie geweest waarop verwezen wordt naar mijn afscheidscollege, want er werd bevestiging gevonden in een studie, dat mijn beweringen. Dus het is gewoon slechter, het onderwijs. Heb je zelf in de Engels les gegeven ook? Ik heb zelf ook in de Engels les gegeven. En ik ben niet tegen tweetalig onderwijs, echt tweetalig onderwijs. Ik ben natuurlijk voor... mensen moeten vooral zoveel mogelijk talen leren, vooral ook vanwege, ik weet het een en ander van taal, ook hoe talen verschillen. Hoe meer talen, hoe meer conceptuele werelden, hoe creatief, dat is interessant in mijn vakgebied, de tweetaligheid. Dus naarmate je meer talen beheerst, heb je ook een veel rijkere conceptuele wereld. Misschien moet ik het zo formuleren, hoe meer woorden... Hoe meer concepten, want elk woord staat voor een concept. En denken, wetenschap... Hoe meer woorden, hoe rijker je wereld. Hoe rijker je wereld. Misschien ook hoe rijker je bijdrage. En dat geldt binnen een taal. Binnen een taal. En in het Nederlands is in dat opzicht dus de conceptuele wereld... en dus ons denken ook rijker dan wanneer we dat in het Engels doen. Maar het geldt ook voor... voor tweetaligen en dus voor meertaligheid. Hoe meer talen, hoe meer concepten. Want vertaal-equivalenten zijn er veel, nou niet precies, maar veel woorden hebben veel talen. Een taal heeft doorgaans woorden die ook terugkomen op een bepaalde manier in een andere taal. Al bestaan precieze vertaal-equivalenten vaak niet. Er zijn altijd connotatieve, net minimale verschillen. Maar er zijn in elke taal ook woorden die staan voor concepten die andere taal, waarover die andere taal niet beschikt. Dus je conceptuele wereld wordt alsmaar rijker als je meer talen spreekt. Daarom speelt in mijn afscheidscollege onze, hoe heet die, Timmermans van de Europese Unie. Franske. Die is, precies, die is ook meertalig, hè? Ja, die. Die is meertalig en onze minister Kaan, Kaag. Het is zo fijn dat ik jou bij de hand heb, want die naam, oh god, wat is dat? Ja, daar zou ik mogelijk op kunnen stemmen, op Kaag. Ja, Kaag. Timmermans niet trouwens. Ja, maar. Nee, maar ik zeg even, die zijn meertalig. Kip of ei. Het verbaast mij, die hebben ze natuurlijk in hun rijke internationale loopbaan opgedaan. Ja. Maar het feit dat je... meertalig bent, maakt ook al dat je meer kansen hebt om je zo te ontplooien. Want hoe meertalig, dus ik ben voor meertaligheid. Maar ik ben niet voor onderwijs in een zwakke taal. In een relatief zwakke taal. Dus ik ben altijd voor. Het onderwijs moet altijd verzorgd worden in de sterkste taal. En je mag ook een vorm kiezen waarbij die sterke taal wordt afgewisseld op een bepaalde manier met die zwakke taal, het Engels in ons geval, op een zodanige manier dat ze elkaar toch blijven versterken. Dan is het een pluspunt. Ja. Maar wat er gebeurt is dat een sterke taal wordt ingeleverd voor een zwakkere. En die sterke taal die verdwijnt. Ja. En dat heeft consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar het heeft ook nog consequenties wat er gebeurt voor het Nederlands zelf. Als het Nederlands niet meer gebruikt wordt, wat betekent dat voor al die afgestudeerden die in de Nederlandse maatschappij komen te werken? Die daar hun taalvaardigheid in het Nederlands niet ook, op orde hebben. Die worden ook minder. Het is een soort sneeuwbaleffect in feite. Een sneeuwbaleffect. En dan in die maatschappij waar zij belangrijke positie gaan innemen, wordt die taalvaardigheid ook geleidelijk aan naar beneden bijgesteld. Dus dat wordt een soort huistuin- en keukentaal. Ja. Dus die consequentie voor het Nederlands, het feit dat alles is Engelstalig, dus we kunnen helemaal niet meer publiceren, wordt niet meer gepubliceerd in het Nederlands. Dus het Nederlands als wetenschapstaal is ook aan het verdwijnen. Dus dat is ook een probleem wat ik met verengelsing heb. En die verengelsingen, die komt er ook gewoon voor het ordinaire markt denken. Gewoon dat daardoor meer studenten naar de... Ja, dat is mijn... dat is mijn bijna stellige overtuiging. Overtuiging is per definitie stellig. Ja. Maar dat zullen ze ontkennen natuurlijk. Hè? Dus ik zal nu even zeggen wat de universitaire bestuurder zegt. Die zegt, nee, de International Classroom, verengelsing heeft te maken met internationaliseren. Internationalisering, een uit verschillende groepen studenten samengestelde collegezaal brengt allerlei creativiteit teweeg vanwege de dingen waar we net over hadden, die verschillende conceptuele werelden, daar ben ik het allemaal mee eens. Ja. Dat zullen zij zeggen. Dus zij zeggen, het is in dat opzicht kwaliteitsbevorderend voor het onderwijs. Ja. Maar ik weet wel beter. Ik heb in de, nou klap ik uit de school, moet je maar een keer voor terugkomen. Ik weet zeker dat als er geen financiële noodzaak was geweest, dan was het niet gebeurd. En ik zat in die bestuursvergadering toen aan de orde was, moeten we de opleiding psychologie verengelsen. En heel erg lang hebben we dat niet gedaan. Op een gegeven moment was alleen nog maar de opleiding in Utrecht en de opleiding in Amsterdam niet Engelstalig geworden. En toen moesten we wel, want omdat die andere opleidingen die
grote getale internationale studenten aantrokken. We hebben een financieringssysteem wat erop neerkwam dat het gedeelte van de taart financieel dat nog naar de UvA ging, dat werd kleiner, kleiner en kleiner. En dan moet je wel. Maar het was voor ons in die bestuursvergaderingen, we hebben nog altijd de taal van de opleiding achter de hand als we echt niks anders meer kunnen bedenken om onze aantal studenten. Om weer een groter aantal studenten te kunnen werven. Ja. Maar op het moment dat het dan zich voltrokken heeft, de ramp, dan moet een bestuurder het andere verhaal vertellen, want hij moet het wel verkopen. Ik ben zelf ook bestuurder geweest, maar het is ook... Dus... Zou dat door corona ook nog eens een keer een tik extra kunnen krijgen? Dus dat er gewoon de komende jaren veel minder studenten uit het buitenland naar Nederland komen om hier te gaan studeren? Ja. Dat dacht ik aanvankelijk, want je hebt contactonderwijs en je hebt afstandsonderwijs. Ja. En wat maakt een opleiding nou vooral tot een opleiding? Dat is toch vooral het contactonderwijs, hè? Dat je die docent daar haar of zijn stellige meningen hoort verkondigen en daar nog argumentatie voor hoort aandragen. Enzovoorts. Ja. Dus dat online onderwijs is toch op een bepaalde manier een slap aftreksel van het echt onderwijs. Net zoals beeldbellen dat is voor psychotherapie bijvoorbeeld. Dus, Ja. En de combinatie kan ik me voorstellen dat het werkt. Maar dus ik dacht, en ik weet ook dat er anderen waren die dachten, oh, maar nu gaat het stoppen. En nu zal dan ook wel misschien, dat weet je niet, de verengelsing van, nog verder verengelsing van opleiding, en dat is met name dan de bacheloropleiding, want op masterniveau zijn ze al grotendeels verengeld, tot stilstand komen. Maar wie schetst mijn verbazing? Toen de klas, niet alleen dat het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven voor universitaire opleiding is toegenomen, dat is nog te begrijpen. Er is 10% meer van de middelbare scholieren geslaagd. En de middelbare scholieren gaan even niet een tussenjaar nemen, dus dat verklaart dat. Maar wat ook het geval blijkt, is dat de aanmeldingen onder internationale studenten, van internationale studenten niet zijn afgenomen, de aantallen. En dat verbaast mij echt. Want hoe dan ook verwachten we natuurlijk allemaal de komende jaren op zijn best een mengvorm van... En ja, als je een internationale student, als je iemand bent uit Seoul of uit Beijing, weet ik waar je vandaan komt, dan wil je toch Amsterdam leren kennen, zou je denken. Dan zou wil je toch... ik wel. Ja. Ook wel denken, ja. Dus dat heeft me erg verbaasd. Maar goed, aanmeldingen zijn niet feitelijke inschrijvingen, dus we moeten nog zien hoe dat uitpakt. Nee, ik heb in een ander opzicht, als ik nog één ding mag zeggen, nagedacht over deze crisis corona en mijn vakgebied en wat ik in het verleden gedaan heb. En dan kom ik toch weer uit op woorden en het belang van woordkennis. Ja. Maar dat is wel via een omweg. Ik heb vlak voor we niet meer naar het Roeters Eiland mochten, nog een presentatie voorbereid voor een internationaliseringsdag aan de UvA. Die is dus niet doorgegaan. En mijn laatste woorden was... laatste woorden waren een variant op Lucebert, alles van waarde is weerloos. Ja. Woordarmoedige wetenschap is weerloos. Ja. Of woordarmoedig wetenschappelijk onderzoek is weerloos. Ja. Weer op dat vocabulaire, het belang daarvan. Ja. Ook geïnspireerd door een paar boeken die daar liggen en die laten dat zien. Hoe belangrijk woorden zijn om überhaupt de wereld om ons heen te begrijpen. Ja. En in de coronacrisis kwam ik ook allerlei woorden tegen. En toen dacht ik, ja, als we die allemaal gekend hadden, die woorden, was het besef over wat die ramp die zich over ons voltrokken heeft, er dan niet geweest vooraf? Nee, dan was die ramp, die had zich misschien niet voltrokken, omdat we voorzichtig om waren gegaan met die grootschalige veeteelt. Hoe heet het, die megastallen met de nertsen, dat dichte contact tussen mens en dier. Dat heeft ook te maken met kennis van de wereld. En dat zit hem dus weer vaak in woorden. Ik moest er trouwens ook aan denken. Dus ik zat steeds te denken, wat doet een woordenschat? En dat is ver doorgedacht. Hè? Maar ja, zo ben ik wel natuurlijk altijd. En ik wil er ook geen misbruik van maken van de ramp. Hè? Dus ik kan het allemaal relativeren. Dus ik wilde niet een punt maken. Maar ik zat wel weer te denken, hoe belangrijk is ook daar weer die woordkennis. En dat is wat dat boek, wat ik daar aanwijs, MacFarlane, Landmarks,
Dat is een ode aan de natuur, ja. Maar het is ook een hele overtuigende demonstratie van het belang van heel erg veel woorden kennen om überhaupt de wereld om ons heen te kennen. En dan zitten we toch weer op die woordenschat. Ja. Ik moest er vorige week aan denken toen ik in de Correspondent een artikel las van die Boyan Slat over de Great Ocean Cleanup, een fantastisch initiatief. Ja. Maar als wij in het middelbaar, als hij op de middelbare school het woord neuston had gekend, weet je wat neuston is? Ja, dat is er een of ander beestje wat daar... Het is niet één beestje, het is een verzamelterm voor organismen die leven... Die ontstaan door dat... Nee, niet ontstaan, die leven vlak onder het wateroppervlak. En dat is een hele, dat is dus een verzamelterm. Ja. En dat heet, het is een contrast met plankton. En het contrast heeft ermee te maken dat de ene categorie van beestjes zichzelf kan voortbewegen. En de andere plankton wordt voortgedreven door het water. Maar je hebt plankton en je hebt neuston. Ja. En dat neuston, dat zijn al die organismen die net onder dat wateroppervlak leven. Ja. Als op die Boyan Slat op die middelbare school van zijn biologieleraar gehoord had over neusten, had hij dan zijn vangarmen apparaat ontwikkeld? Want er is nu mondiaal onder de biologen heel erg veel zorgen dat daar een heel groot gedeelte van ons ecosysteem kapot gemaakt wordt. Dan moest ik dus ook weer denken, het zit hem dus ook weer in een concept. En die concepten, die zitten in woorden. Ja. En hoe meer woorden je hebt, hoe meer concepten je hebt, hoe meer concepten je hebt, hoe beter je onderwijs is op de middelbare school. En daarom, kennis is onderop geraakt. Het gaat allemaal over vaardigheden. Kennis is zo verschrikkelijk belangrijk in alle lagen van het onderwijsbestel. Dus... Nou, daar moest ik weer aan denken en ik dacht, ik ga daar geen artikel over schrijven, want het is alsof ik misbruik maak van het feit dat we nu in die rampzalige situatie zitten. Maar je geeft dit soort wijze woorden gewoon mee en ik moet namelijk gewoon het gesprek in verband met de tijd gaan we gewoon afronden. En ik vind dat je gewoon heel veel wijze, ik zou je nog veel langer kunnen interviewen. Maar ik vind dat hele wijze woorden om mee af te sluiten. Nou, dan sluiten we daarmee af. Dit gesprek en hoe belangrijk woorden gewoon zijn. Een one take, hè? Op zijn Nederlands. Volgens mij wel. Ja, dankjewel. Mm.